valt? Ze hebben last van een natuurramp. De stroom valt elke keer uit. Het is gewoon kerst, weet je. Het sneeuwt, stroom trekt het niet. Ik snap hem. Het is woensdag en ik heb uitgeslapen en nu ga ik boontjes doen, want ze heeft vandaag kerstdiner en ik maak een pasta pesto voor vanavond. Dus dan ga ik lekker op de bank doen. Ik heb ook echt het gevoel dat vandaag even iets minder pijn doet deze ochtend, mijn been. Het is absoluut niet weg, maar als ik 's ochtends ga staan voel ik echt heel erg dat vocht in mijn been, zeg maar, wat lekt inwendig. En dat is deze ochtend eindelijk wat minder. Dus het rust houden helpt wel. En ik hoop echt dat dit even door blijft zitten. Dan moet ik vandaag wel iets meer lopen. Dus ik hoop niet dat dat te veel averechts gaat werken. Ja, het zijn te veel dingen die ik echt niet wil missen, ook voor haar niet. Dus we gaan het gewoon doen. Klaar. En de kindjes kunnen dus lekker eten vanavond. Dit komt via Sarah op tafel. Zo, opgemaakt, aangekleed. Ik heb deze top aan van Selected Femme, broek, Benetton en Guess Sneaker Wedges. En even mijn laatste spullen pakken en dan komt mijn moeder eraan. Zo leuk, Sarah. Zo blij dat oma meekomt naar de kerstmarkt. Zo schattig. Nou, de markt was heel erg leuk, heel gezellig. En we hebben gekocht, dus is trouwens alle opbrengsten gaan naar Make-A-Wish Foundation. Dus ze hebben deze kaart uitgezocht. En het is geen kaart. Dat is wel een kaart. En deze, even kijken of ik dit goed kan laten zien. Hij is wel heel leuk, hier heeft ze ook aan meegewerkt. Maar het zijn mix van kindjes uit de klas die er aan mee hebben gewerkt. Maar er zit sowieso eentje bij voor mij. Ja, dat is toch heel leuk. En met die bel. Ja, en die doen we dan op je kamer hangen, toch? Voor de kerst. Oh, nee. Nee, toch niet. Ik denk dat ze hem bij oma had. Nee. Nee, ook niet. Waarom, Sarah? Hem even terug, kan je je eigen halen. Nou, dan hangen we wel. Mijn huis, maar niet op mijn kamer. Nou, we zoeken wel een mooi plekje thuis. We gaan nu naar mijn moeders huis en dan gaan we even relaxen. Bij mijn moeder op de bank en ik zit gezellig bij de kersthuisjes. Heel kerstdorpje hier naast me. S'avonds zijn ze leuk en dan staan alle lampjes aan. En nu zijn, oh jij gaat ze weer stiekem uitzetten, de lampjes speciaal voor me aangezet. Maar Sarah, die is me aan het plagen. Sarah, niet steeds aan en uit, dan gaan ze kapot. Ze hebben last van een natuurramp. De stroom valt elke keer uit. Het is gewoon kerst, weet je. Het sneeuwt, stroom trekt het niet. Ik snap hem. Nou, we zijn thuis en we hebben nu mag ik wil blauw op mijn ogen en rood op mijn lippen. Oh, dat heb jij. Draai maar even om. Ga eerst je haartjes doen. Ik ga lekker deze weer. Nou, ik ga een iets mooiere make-up doen. Dat is een beetje ouderwet. Ik ga eens mooie krullen in jou wel ook krullende haar maken. Oh, je bent zo'n miepje met je haar aan het doen. Maar laat me zelf doen. Zij is de grootste miep ever. Kijk. Ja, maar je moet ook hoog doen, schat. Anders kan ik geen krulletjes maken. Even kijken. Waarom krulletjes? En ik moet even haar lak. Ik moet even nieuwe pakken. Even deze, medium hold. Deze heb ik pas nieuw. Deze heeft een medium hold. Die is van Sios. Ik heb hem nog niet gebruikt. Oké, draai me om. Mooi gedaan. Ja. Nou. Ik voel toch of er een klit in zit. Ja. Even goed stil zitten. Ik ga vandaag krullen met de steltang. Mag je even een klein beetje draaien, want mama is niet heel mobiel. En krullen is niet mijn allersterkste talent. Maar ja, haar krult wel makkelijk, dus dat scheelt. Mag je tellen? Tot 10. 1. Iets sneller. 2. 3. 4, 5,
zes, zeven, acht, negen, tien. Hij spreekt nog net niet warm genoeg. Zo. Ja, ik doe met een mooie roze. Maar komt goed, schat. Oogjes zachtjes dicht. Zonder te knijpen, mond dicht houden. Knipper mooi niet. Je weet heel goed. Je doet het zo goed. Au. Au. Die haartjes. Even kijken en dan doen we deze mixkleur. Welke kleur is dat? Een bruin die heel mooi bij deze roze gaat, want daar doen we ermee blenden. Even een andere kwast. Wauw. Zo, dan doen we een beetje mascara op je oogjes. Dan mag je je ogen half open doen. Kun je dat half open? Iets verder. Nee, je knijpt nu. Hou ze maar gewoon open dan. Ik vind dat zo gek om make-up hier bij jou op te doen. Wauw. Je moet uitkijken dat je er niet heel erg knippert. Nee, je mag er niet aan zitten. Open. Maar niet te ver open. Ja. Wat is er? Op tafel ja. Liggen drie zakjes LOL kaartjes. Die moeten wel even snel ingepakt worden voor de kerst. Zijn ze de cadeautjes voor de vriendinnetjes. Nee. Kaartje. Nee, dat is toch die LOL kaartjes. Bij elkaar of? Nee, het is voor drie vriendinnetjes. Kijken. Hey. Lila. Wauw. Lila. Noah. Even open, maar niet te ver open. Open, zo. Gewoon normaal, ja. Je hebt lange rimpels jij hoor. Zo. En dan wil je een beetje een highlight en een blusje? Ja. Als die nog blauw knippert, is die nog niet klaar, hè? Nee, hij gaat zo weer. Doe eens zo. Mooie highlighten wil je, hè? Scheef gezichtje. Je mag niet normaal doen. Wauw. Kom op wat jij meestal helemaal op je wangen doet. Ja, dat heb ik net gedaan. Nee. Deze doe ik daarboven. Ja, die heb ik gedaan. En deze erboven. Kijk eens naar mij. Nu ook. Even je ogen zacht. Ja, dat zijn de natural highlight points. En dan doen we je lipjes nog. Nee, rood. Ja, nee. Sarah, die is klaar. Kijk hoe mooi. Misschien kan je een rondje draaien hoe mooi je jurk is. Wauw, hij is echt... Oep. Pas op. Ja, maar ik vind je zo mooi. Hey, vriendje. Hoe leuk is dat? Geweldig. Gaan we op de foto samen? Ja. Laat de foto. Je hebt allemaal wel wat je staat. Ja, alleen die pan. Alleen die pan. Nou, we zijn vindingrijk geweest. We hebben de strijkplank bij de bank gezet. En dan ga ik vanaf de bank strijken met mijn been in de lucht. En dan hopen dat er zo nog even wat wegkomt, want die strijk die stapelt zich ook op. En zo komen we nog ergens. Marco is ondertussen aan het koken. En ik ben zo benieuwd hoe ze het heeft. Ze was wel mooi, hè? Zag er zo mooi uit. Al die kindjes, ik vind dat zo schattig. Dus
al die mooie jurkjes. En hebben ze opeens een make-upje op en de haartjes gedaan. Echt zo schattig. Helemaal leuk. En ook wij heel lekker eten. Oh, het is schermen donker. Maar, oh, wat heb ik hier trek in. Mijn lekker biefstuk. Ah, ik heb een meisje opgehaald die het wel heel erg naar de zin heeft gehad. Maar aan het einde gewoon niet lekker weer werd. Ze was vanmiddag ook wel niet zo lekker. En toen ging het beter. En ze had paracetamol op. Dus, en toen begon de koorts toch weer te komen. Wel, vanmiddag had ze niet echt koorts. Maar daarnet dus wel opkomende koorts. Dus nu op bed echt zo snel. En zeker dat het dan zo afrondt. Maar goed, ik hoop dat ze snel slaapt. En dat paracetamol inwerkt. Dan is het beter. En ik zit weer op de bank met mijn been omhoog achter de strijkplank. Dus ik ga nog even kijken. Ik heb deze man nog staan. Ik heb net echt te veel gestreken, maar hij was net zo hoog. Dus even proberen dit weg te krijgen. Gewoon 2 wasmanden vol weggestreken. Ik ben kapot. Zeker zit het nog. Mijn haar zit echt niet. Maar goed, Marco is naar bed. Ik heb thee. En ik heb deze gekregen. Oh, het gaat echt heel goed bij mij weg. Of je het een beetje goed ziet. Het zijn hele leuke chocolaatjes. Die heb ik op school gekregen. Die krijgen de hulpouders elk jaar als bedankje. En die heb ik dus vorig jaar en het jaar ervoor ook gekregen. En ik weet dat die zo lekker zijn. Dus die ga ik nu even lekker eten bij mijn thee. Wel, ik ga proberen om er gewoon 1 of 2 te eten. Maar ze zijn zo lekker. Als je herrie hoort, de vaatwas staat aan. Die heb ik net aangezet. Ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je morgen. Doei doei.